Opo kondre mangu, opo sranam grobye kaliu. Vaso peta takom opo, vimuseti kondrebu. Srede se vino safrede. Gado dewi fesima, heri libite na dede, visa feti gistrakt. Niemand me geeft waar mijn hart om vraagt. Je geeft me jezelf, je ziel, je hart, je bent de enige. Mevrouw Noorden, wat is er vandaag te beleven in het stadhuis? Vanmorgen is eigenlijk de officiële opening van een collecteweek, wat een onderdeel is van een hele actie voor de blinde jongeren van Suriname. En het is de start van activiteiten waarbij we fundraising willen doen en vooral ook middelen die een langdurig project mogelijk maken. We willen de blinde jongeren in Suriname gaan scholen tot Siyatsu masseur. Ik ben directeur van de Dutch Siyatsu Academy. Dat is een school, een vijfjarige hbo-initiële opleiding die volwassenen, we hebben allerlei mensen van verschillende leeftijden, ook jongeren tegenwoordig, hele jonge studenten ook, en die gaan we opleiden tot Siyatsu masseur. Onze school is 5 jaar, maar de eerste 2 jaar zijn de propaduizen fase. En als je die hebt afgerond, dan ben je Siyatsu masseur. En die fase willen wij in Suriname gaan initiëren om deze jongens dan de mogelijkheid te geven om in ieder geval het eerste deel van de opleiding te doen, zodat ze inzetbaar zijn in de wellnesssector en in de zorg. Want zoals u weet, Suriname is een prachtig land. Iedereen ontdekt eigenlijk een beetje Suriname. We hebben meer ecotourisme, wellness, al dat soort dingen. En deze jongens zijn inzetbaar in alles wat met ontspanning en dergelijke te maken heeft. En dat gaan we dus doen. En het wordt allemaal officieel geopend hier door mevrouw Oron, die ons begeleid heeft in het verkrijgen van een vergunning voor deze speciale week. Zoals u weet, als je zoiets gaat doen op straat lopen om geld te vragen, dan moet je daar vergunningen voor hebben. En wij vonden het eigenlijk omdat de burgervader had een drukke agenda. Toen hebben we gezegd, mevrouw Oron is degene die ons daarin heeft begeleid. We gaan haar vragen om symbolisch dit te openen. En je ziet dat de Surinaamse gemeenschap in mensen als Replay en Quintens Risti, bekende Surinamers die dit initiatief steunen omdat ze vinden dat het goed is. En daarnaast een heel team van vrijwilligers en mevrouw Suzanne Waarde die dit alles heeft gecoördineerd in Rotterdam. Die belangeloos een hele netwerk heeft ingezet om dit mogelijk te maken. Hoe is dit bedrijfje tot stand gekomen? Nou, je kan dus zeggen, de Dutch Siyatsu Academy is een school, een school die valt onder de stichting CNE. En wij zijn al heel lang bezig op Curaçao en Suriname. En in Suriname hebben we contact gehad met mevrouw Maria Theme van bureau CAS. En via haar heb ik dus ook contact gehad met het bestuur en directie van de blindenzorg. Dus de hele stichting Surinaamse blindenzorg, bestuur en directie. Ik heb gesprekken gehad met meneer Egger. En al deze mensen staan achter dit initiatief. Het is zelfs zo, en het is nog niet officieel, maar ik kan een tipje van de sluier oplichten, dat in het Caribisch gebied ook belangstelling is hiervoor. Want zoals u weet is Suriname vanuit de historie vroeger al de eerste geweest die dove mensen hebben opgeleid. Dus ook in dit opzicht zal Suriname een voortrekkersfunctie kunnen vervullen, waarbij blinde mensen opgeleid worden tot een professionele Siyatsu masseur. Dus daar gaat het om. Het is een samenwerking van organisaties. Zijn jullie nog van plan om uit te breiden en toekomstvisie?
Ja, we hebben absoluut een toekomstvisie. We zijn al veel langer vanuit de Moederstichting op de Antillen en ook in Suriname, eigenlijk vanaf 1985 al. Maar wat wij willen bereiken is dus dat de gezondheidszorg in Suriname eigenlijk een nieuw fenomeen, wat je hier in Nederland al lang hebt, is dus dat geschoolde mensen vanuit de complementaire zorgverlening, dat zijn alle aanvullende zorgvormen op de reguliere zorg, op een goede professionele manier worden opgeleid. En dat is in wezen de functie van mijn organisatie. En wij willen dus dat deze jongeren, ze zijn blind, maar ze hebben de mogelijkheid, omdat in de hele geschiedenis van de mensheid, maar zeker in het oosten, als in Azië bijvoorbeeld, is bekend dat blinden gewoon als professionele masseurs in hun eigen onderhoud hebben voorzien. En dat willen we deze jongens ook geven, dat ze een beetje eigen waarde en vanuit een goed vakgebied kunnen werken in de gezondheidszorg en op die manier een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in Suriname. Dat is onze toekomstvisie. En als we dat samen kunnen doen met onze mensen uit de Antillen en Suriname, en Aruba, Bonaire, dan is dat alleen maar geweldig, omdat dat hele gebied een eigen geschiedenis heeft die evenwijdig loopt met een heleboel dingen. Dus als het gaat om kennis en toekomstvisie, prima om dingen samen te doen. Hallo Quintus, mag ik vragen waarom je vandaag hier bent? Omdat wij vandaag voor het Surinaams Blinden Instituut, Blindencentrum in Suriname, geld gaan ophalen om een heel mooi, fantastisch project, een opleidingsproject te starten. Waarom het belangrijk is? Ja, waarom het belangrijk? Omdat natuurlijk educatie is heel belangrijk en het gaat om een minder sterke groep. Ik zeg niet dat het een zwakke groep, maar een minder sterke groep uit onze samenleving die heel vaak niet wordt gezien. En het initiatief nu om ze dan op te leiden, gezien het feit dat ze hun zicht niet hebben, ze kunnen niet zien, betekent dat andere zintuigen beter ontwikkeld zijn, zoals tast bijvoorbeeld. En wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk gebruik maken van iets waarvan ze...